Soms heb je van die dagen dat je dat het niet wil opschieten in je werk. Dit is er niet één van. Ik heb een cadeautje. Een cadeautje van HBM. Heerlijk. Het is een motorlift. Verrijdbaar. Kaartje. Knippen. Knippen. Klop. Het is een verrijdbare motorlift. De pijn die ik had. Begon ineens wat olie te lekken. Dat kan altijd gebeuren. En dan blijkt maar weer hoe goed een bedrijf is. Of niet goed een bedrijf is. Want zelfs na een jaar en een maand buiten de garantie was het totaal geen probleem voor HBM. Dus, hartstikke veel. We vonden het heel vervelend dat het gebeurde voor ons. En stuurde gelijk een nieuwe toe. Dus ik had al gezegd van nou, stuur alleen maar een pompje, dan vervang ik hem wel even. Dat maakt me niet uit. Maar nou hoor, van de oude weggooien en de nieuwe wordt u toegestuurd. Dus echt super. Fijne service, moet ik zeggen. En dat mag dan ook wel een keer gezegd worden. Hè. Dus het is altijd zeuren en klagen over bedrijven. Maar over dit bedrijf, ik heb al jarenlang maak gebruik van deze. En nou deze. En mijn grote afzuiginstallatie. En vlakken van dikte bank. En van dikte schuurmachines. En zeg maar roterende schuurmachines. En ik heb daar nog een kleine schuurmachine staan. Het is allemaal van HBM. En deze ook van HBM. En het werkt echt hartstikke fijn. Ik ben er echt heel tevreden over. Dus het is nu een kwestie van deze in elkaar zetten. Kleine mooie tekeningetje bij hoe het hoort. En het is eigenlijk zuur simpel. Puur simpel. Kind kan er wat doen. Ik zal deze eventjes uit elkaar slopen. De doos. En het was vrijdag. Zaterdag contact. Nou, het is nu dinsdag. Dus dat is 4 dagen. Echt geweldig. Ik ben super blij mee. En het is ook wel heel fijn, want mijn motor die staat uit elkaar. Want ik was bezig met sleutelen. En dan is het toch wel fijn als die op de lift staat. En dat werkt echt heel fijn. Ik zal straks nog wel even in het filmpje het nummer erbij zetten van welke het is, welk model. Ik word trouwens niet betaald of zo ervoor. Dus ik doe het puur omdat ik vind dat het ook wel eens een keer gezegd mag worden als iets echt altijd jarenlang goed gaat met een bedrijf. De service, de kwaliteit. Het is echt sowieso voor mijn motor, alle gereedschap. Dat komt bij HBM vandaan, maar ook voor mijn gitaarbouw. En natuurlijk, ik heb ook nog wel spullen. Dat je zegt van, ik koop eens wat anders. Maar qua prijs, prijs-kwaliteit verhouding, is HBM gewoon niet te verbeteren. Echt, elke keer weer. Ik heb wat kleinere machines van Parkside, die haal ik bij Lidl. Als het een keer, ik gebruik ze regelmatig. Mocht het dan een keer stuk zijn, dan loop je hier even naar de Lidl en dan heb je hem ook. Maar later zag ik dat HBM ook die machinelijn heeft. En dan heb je met één type accu heb je al die machines gevoed. En dat is ook wel fijn. Dus eens even kijken hoe deze er in elkaar zit. Ik zal eventjes het filmpje versnellen. Anders duurt het zo lang. Zo, werkt perfect. Kwestie van één as erin met een borging. Deze even aangedraaid totdat hij zeg maar in de
dat die in de borging zit. Dat is kunststof, er zit een kunststofrand in, zelfborgende boer. En dat werkt ideaal. Er zit nog een verlengstang bij om hem onderuit je werkstuk te trekken. Maar ik heb in de garage niet genoeg ruimte, dus ik gebruik deze nooit. Nou, je loopt hem even na, kijkt of alles werkt. Overal zitten de ringen in, wieltjes samengesmeerd. Deze asjes zitten ook allemaal geborgd. Deze ook. Nou, kan ik hem gebruiken. Ze zijn in principe geschikt voor motoren tot 500 kilo. Het is een kwestie van de ronde rijden. Op de laagste stand zetten. Ik weet niet of dat goed zichtbaar is op de camera. Dat is dus niet zo. Ik zal hem even omkeren. Zo, dan is het wel te zien. Ik heb hier ooit een stalen plaat gehad voor een hele grote motorlift. Maar omdat ik nu ook gitaren bouw en motoren, is het een beetje schipperen met ruimte. Dus het is een... dicht op staan. Kijk, en dat is het leuke van een motorlift. Je schuift hem eronder. Je trekt hem weer ietsje van de muur af. Dat kan ik natuurlijk nu, kan ik dat niet doen. Als ik hem eenmaal eronder heb staan, dan kan ik dat wel doen. Dus het is een kwestie van optillen. Trek ik hem ietsje hier naartoe. Dat gaat super makkelijk. Zelfs met een Harley van 650 of 660 kilo. Of nee, 260 kilo. Heel belangrijk, je ziet hier aan de zijkant. Ik zal even de camera erbij houden. Je ziet hier aan de zijkant ziet je zo'n hendeltje zitten. Zijn allebei de kanten. En dat is om te zorgen dat ook al dat niet doorlopend het gewicht van de motor op de pomp staat. Dus als je hem oppompt, dan gaat hij automatisch ietsje omhoog. En ergens zakt hij dan vanzelf op die steuntjes. Dan laat je hem naar beneden zakken en dan staat hij geblokkeerd en dan staat ook niet de kracht van de motor op de pomp te drukken. Dus nu kan je hem gewoon heen en weer verdraaien. Nou is het met de Harley altijd zo dat er een randje onder zit. Hij is niet overal even hoog en dan douw ik er een stukje hout onder. Dat hij mooi evenwichtig staat. Zo. Nu staat hij mooi stabiel. Dan kan je hem in de hoek schuiven. Of je kan hem naar je toe halen als je er omheen moet werken. Dus dan kan je er mooi rondomheen. Ideaal. Altijd een beetje schipperen met ruimte hier. Zo. Dus dat is de motorlift van de HBM. Met de service en de garantie. Daar ben ik wel heel blij mee. Bedankt HBM. Top. Fijn liftje. Werkt uitstekend. Makkelijk te bedienen, zelfs voor een dikke Harley. Je schuift hem aan de kant en je hebt er geen last meer van. Helemaal top. Ik denk, mag ik ook wel eens een keer zeggen. Hè?